Staat hij aan? Wouter Dijkshoorn, onder de blubber, maar je pakt de Nederlandse titel hier op het NK Cross Triathlon in Almere. Had je het verwacht? Nee, ik had het zeker niet verwacht. Op internet werd wel even geschreven van wie de kanshebbers zouden zijn. En daar stond ik gelukkig niet tussen, dus daar hou ik wel van. Ja, vind je dat fijn? Ja. Liever een bescheiden rol en dat je dan ergens kan verrassen dan dat het van je verwacht wordt. Maar het ging eigenlijk supergoed. Ik was fit vanmorgen en het zwemmen ging lekker. En vooral het fietsen. Ik ben niet heel technisch. Dus telkens wel die kras bochtjes, dat ging redelijk. En omhoog kon ik gewoon goed meekomen. En dan maak je het uiteindelijk tijdens het lopen eigenlijk op het oog in ieder geval vrij gemakkelijk af. Voelt dat ook zo? Ja, dat is ook wel mijn beste onderdeel. Ook in de eredivisie is dat wel waar mijn kracht ligt. En op zich kan ik ook wel redelijk goed fietsen. Dus ik kon hier ook omhoog. Had ik telkens wel een punch in ieder geval. En dat was wel lekker op die afvalbelt. Dat je telkens goed boven kwam, weer herstellen en weer gas geven. Maar wat ben jij sterk? Want wij hebben een paar maanden geleden met Joep Staps, de voormalig Nederlands kampioen, het parcours hier verkend. Die had ook echt wel zijn pijlen gericht op dit kampioenschap. Maar ja, je overklast hem gewoon. Ja, of het ligt aan hem of aan mij of aan ons allebei. Ik weet niet. Ik was op zich afgelopen twee weken met beide NK's was ik wel redelijk in vorm. Van de week zat ik een beetje moi. En toen heb ik eigenlijk heel weinig gedaan. Nou, en blijkbaar goed uitgerust. En ik had er wel echt zin in. En dat is wel belangrijk met dit. Dat je gewoon zin hebt om door die bochtjes te rammen. En dan, dat scheelt wel een hoop, denk ik. Je bekijkt het nuchter, heb ik het idee. Ja, zo ben ik ook wel een beetje. Maar heel eerlijk, het is toch super mooi om dan hier zo'n Nederlands titel te pakken? Nee, zeker. Dus ik ben er ook heel blij mee. En ik vond het ook leuk dat de echte jongens ook aan de start stonden. En tijdens het fietsen zag ik ze op een gegeven moment ook dichterbij komen. Toen dacht ik, shit, zou het kunnen lukken? Toen fietste ik weg bij een groepje. En dat gaf wel echt een kick. En toen dacht ik, als ik als eerste aan het lopen begin, dan moet ik een goede kans maken. Maar dan moest je wel blijven focussen. Want ook het loopparcours was, ik zag iemand nog vallen. Het was best wel glad. En ik liep gewoon op mijn hardlopen schoentjes. Dus dat was wel echt tof. Wat vond je, los daarvan gezien, wat vond je eigenlijk van het parcours? Want er werd op voorhand door een aantal mensen wel gezegd van ja, crossen in Almere, kan dat wel? Nou, als ik zo naar je kijk, je zit onder de blubber, er werd heel veel geklommen en je zegt al veel valpartijtjes. Het was wel echt crossen, had ik het idee. Ja, zeker. Het was een beetje tweedelig. Enerzijds een beetje kriskras door de bochtjes. En dat, je zag wel als je een beetje wat meer techniek had. Itman, die zat ook achter me op een gegeven moment en die kwam telkens in die bochtjes weer op mijn achterwiel. Nou, dan merk je gewoon als je technisch goed bent. En daar moest je gewoon echt mountainbike power hebben. Dat je en kan herstellen en gas kan geven. En ik denk dat dat wel goed gelukt is met dit parcours. En dan ook nog eens technisch daarbovenop. Want het was soms ook wel krap keren. Dus ik denk, als de dag van tevoren goed regent, dan is het een heel leuk parcours. Feestje vanavond? Ik ga denk ik wel even een biertje drinken. Dat hebben we wel verdiend. Het seizoen is nu eigenlijk afgelopen. Alleen nog de bosbaan, dat is altijd van de club het uiteinde van het jaar. En dan wil ik een mountainbike in de winter. Nou, proost. Dankjewel.